Suiker. 1 eetlepel gist. 1 liter lauwwarme melk. 1 zonnebloemolie. Een scheutje. 1 meel. En dit kneed je heel goed samen. Een uurtje laten rijzen. Nu ga ik het gehaktmengsel maken. Gehakt, peterselie, rode ui, paprika, tomaat, knoflook, rode pepers, zwarte peper, paprikapoeder en kurkuma. Dat ga je allemaal even snijden. Nu doe je alles in de blender met wat tomatenpuree. Voeg je alles aan het gehakt toe. Tomatenpuree. En nog een scheutje olie voeg ik aan toe. De kruiden. Kurkuma. Paprika poeder. En zwarte peper. En nog heel iets zout erbij in. En nu meng je het heel goed samen. Nu is dit klaar. En dan laat ik het nog een half uurtje in de koelkast staan. Ik voeg aan het gehakt mengsel ook nog wat koriander aan toe. En wat gesneden cherrytomaatjes. Hier heb ik het deeg. En dat ga ik nu helemaal plat rollen. Zo. En dan ga ik zo het gehaktmengsel erop doen. En het smeer je heel goed uit. Zo, en nu kan die in de oven. Ongeveer 10 minuutjes, tot het gehakt helemaal gaar is. En dan ga ik de rest allemaal maken.